Goedemiddag, ik ben Alice en doe vandaag verslag voor Boeren van Nederland. En vandaag heb ik het genoegen om met Hein te praten. Hein heeft toch wat hulp gevraagd. Ik wil heel graag mijn stem laten horen, want er gebeuren hier rare dingen. Ja. Hein, misschien kan je je even voorstellen? Ja, mijn naam is Hein, ik kom uit mooie Brabant en ik heb goedemiddag met Bonnefeest. Nou ja, vandaag willen we het hebben over dat jij je land niet mag regenen. En wat dat gaat betekenen voor jouw koeien, hè, dat wij dan eigenlijk goed voor hebben. Yes. Wat betekenen die koeien voor jou zo? Ja, dat is mijn leven, dat is geen werk, dat is een levensstijl. Ja. Dat is goed, dat is, ja, dat moet er. Ja. Maar dat zijn melkkoeien, hè? Ja, dat zijn melkkoeien. Ja, ja. Hey, het voer, hè, dat is super belangrijk voor die koeien, hè? Ja, het voer is eigenlijk alleen maïs en gras, heel klein beetje stro. Ja. Eigenlijk 80% van wat hier ervoor ligt, maak je zelf. Ja, en doordat wij kunnen sproeien, dat er wat groeit, kunnen wij gras maaien. Want eigenlijk is het eigenlijk bijna al een cirkel. Oh, kringloop. Kringloop, ja. Van jij maakt je eigen gras is belangrijk, dan moet je besproeien. Ja, dus moet je besproeien, dan moet je bemesten. Ja. Als er geen poep is, dan moet je geen eten. Nee, precies. Die koe eet het op. Die maakt melk, wat wij drinken. Die maakt poep, kunnen we mee bemesten. Ja. En ze is weer om. Ja. Maar en wat betekent dat voor jou als jij niet mag? Wat betekent voor je koeien? Geen voer, geen poep, geen melk. Dus uiteindelijk voor mij geen inkomen. Maar ja, de inkomen maakt niet veel uit, maar dat is uiteindelijk ook geen leven. Nee, precies. Als ze niet eten, als ze zelf niet eet, nee, dan hou je wel een paar dagen vol. Ja. Maar niet zo lang. Ze zijn al heel erg weersafhankelijk. Ja, ja. Want dan moet er altijd weer een gang in houden. Maar nou, hé, jouw vader is het bedrijf aan hebben gegeven? Ja, mijn opa is eigenlijk het bedrijf. Hij vond, ze zaten nu op een andere plaats. Ja. En mijn vader heeft elke steen die hier gebouwd, gelegd, gemaakt is, die heeft hij zelf mee erop gelegd. Okay. Maar ja, en nu, in al die jaren dat jouw vader dat dan heeft gedaan, hè, heb je wat meegemaakt, nu dus meemaakt dat hij niet beregend gaat worden? Er is wel eens iets van een beregingsverbod geweest, maar nog nooit uit putten waar jij vergunning voor had, waar jij plannen voor gemaakt hebt, bedrijfswaterplan hebben ervoor gemaakt. We houden water op, we doen verschillende dingen, we vangen ons eigen water op. Er zijn allemaal steeds meer eisen aangekomen. Eigenlijk sluiten de overheid waar jij wil. Vasthouden. Ja, ja. En als dan nou hun nou naar de andere kant op gaan, als waterschap zijnde, en die leggen sloten droog omdat ze willen neanderen, omdat ze kunnen het dan niet meer regelen. En ik hoor je zeggen neanderen, maar... Ja, neanderen, dat wil zeggen dat die alle sloten in de afgelopen 5 jaar zijn ze allemaal rechtgelegd. Ja. Want het water moet vlug weg kunnen en je moet water ophouden. Mm-hmm. Nou, dat is schijnbaar allemaal weer achterhaald. Dus nou is dat in de afgelopen 5 of 10 jaar zijn we wel bezig om het allemaal weer zo te maken. En met welk doel? Ja, dat zien we nou. Dat ze leeg staan, dat ze droog staan. Ja. Dat grondwater fel of zacht. En dan volgens hen het drinkwater in gevaar komt. Ja, ja. Dus zo ik denk, veroorzaken ze eigenlijk zelf het probleem. Ja, ik heb dan hun gevraagd. Ik zeg maar, wie is dan het probleem? Zijn ik hier een beetje water uit het put trek? Ja. Of zijn jullie het water niet meer kunnen regelen? Je mag wel van oppervlakte water, maar dat is het. Juist, normaal gesproken is het altijd andersom. Ja, ja. Je mag niet uit de oppervlakte water onttrekken, maar wel uit je eigen put, want dat is dieper, andere laag, bla bla bla. Dat is voor de plant en de boom en alles beter. Ja. En nou, het eerste jaar dat ik het meemaak, is het andersom. Maar sinds wanneer is het dit jaar? Alleen dit jaar, ik heb het nooit meegemaakt. En heb je ook die wetgeving dan gezien dat het veranderd is? Of hoe... Nou, dit is geen wetgeving, het is nou gewoon een verbod. Ja, maar... Het is gewoon een tijdelijke regel, daar hebben ze van 1 april tot 1 juni is het verboden om grasland te regenen. Maar dat is dit jaar voor het eerst op deze manier? Alleen grasland om te maaien. Okay. Maar goed, nu heb ik begrepen dat jij nog niet regenen. Nee, ik ben nogal aan het bellen geweest. Ik word heel vaak van het kastje naar de muurtje, of heel vaak, nou elke keer. Ja. En ik heb nou nog maar 1 keer iemand aan de lijn gehad, van zaterdagmiddag tot vandaag is het woensdagmiddag. Mm-hmm. Nou heb ik er 1 keer aan de lijn gehad, misschien iets voor mij kan betekenen. En daarvoor kreeg je telefonist? Telefoniste, en die daar weer boven staat, en die daar weer boven staat, die daar weer boven staat. Maar uiteindelijk allemaal van, ja, ik kan jou hier niet meer helpen. En dan vraag ik mij af, waarom bel je mij dan? Ja.
En toen zei, heb jij gezegd, nou ja, als dan niemand kan helpen, maar ik ga wel berekenen, want ik wil voor mijn koeien. Ja, maar dan dreigen ze mijn boetes. Ja, en dan vraag ik, wat is die boete? Ja. Weet ze niet, want dat is een bestuurlijk iets en dan moet naar Dalen gaan en naar Dalen gaan en dan gaat de NVVA er nee over buigen. Nee. En dan kan jij een boete opgelegd worden van pak en beet 1000 tot 2000 tot 4000 euro. Ja. En zijn als ik dan weer ga berekenen, want zo zijn wij dan, want we willen gewoon ons hartje redden. Nou, dan komen we met de GLB-subsidies, die in het leven geroepen zijn om het eten van burgers goedkoop te houden. Ja? Dan beginnen ze dan aan te trekken. Ja. Want daar hebben ze ons nog mee in de tang. Ja. Nou, dat kan dan oplopen in mijn geval tot 14.000 euro, want jij merkt niet. Nee. Wij beuren 14.000 euro met de hele toko om voor de mensen het voedsel goedkoop te houden. Ja. Nou, dat gaat er nou allemaal af, want we hebben al zo'n 15.000 euro gebeurd, want het was er eigenlijk meer honger. Ja. En nou, nou zeggen ze, we beginnen daaraan, en als dan, dan nog eigenwijs bent, want je denkt, hey, ik heb toch geld zat, hoor. Ja. Dan komen we je aspel in beslag nemen. Ja, ja, ja. Dus het is een beetje dwangpolitiek, als het zo. Uiteindelijk wel. Ja. Nou, dan heb ik gewoon samen met hem, hij wil je hem uitzetten? Ik wil hem niet uitzetten. Ja. Zullen we hem dan wel uitzetten? Ik zeg, dat doen we, want ik wil wel gewoon meewerken. En dan ben ik met hem samen een oplossing zoeken. Ja. Die oplossing, daar zijn we nou 4 dagen mee verder. Ja. En die 4 dagen, ja. Dat betekent dat ik al 8 keren de trek niet heb kunnen berekenen. Ja. En als het echt zo droog als nou, moet je gewoon elke 5 tot 7 dagen op gras een beetje water erop doen. Bloeit dat niet, gaat dat gras al aan het dood gaan, ja, wil ik dat weer aan de gang helpen. Dan heb je vele malen meer water nodig. Ja. Dus eigenlijk, als ik jou zo hoor praten, zou er veel meer in dialoog gaan met hoe luisteren. Ja. Luisteren naar de mensen uit het veld. Ja. En als jij nou andere boeren wilt inspireren, want er is heel veel onvrede bij de boeren, ze voelen zich niet gehoord. De media is veelal, de burger wordt zo geïndoctrineerd dat die boer het allemaal heeft gedaan. Hoe kunnen wij daar verandering in brengen? Dan laat je zelf horen. Ja, en eigenlijk zien we vandaag, want wij waren onderweg naar jou om dit op te gaan nemen. Je hebt dat aangegeven van, nou ja, ik wil heel graag met jullie in dialoog. Ik ben echt welwillend. Ik wil alles, ik wil meewerken, maar ik wil wel goed kunnen boeren. Ja. Maar er werd niet geluisterd. Toen heb je gezegd, nou, dan haal ik de media erbij. De alternatieve media in dit geval. Ja, maar want ik, dan kunnen zij mijn stem zijn. En dat heb jij teruggekoppeld. En nu was er ineens... Vond jij wel... Ja, of dat daar aan ligt, dat durf dat ik natuurlijk niet te zeggen. Okay. Maar ik heb het vanmorgen wel gezegd. Ja. Ik heb gezegd, ik bel Hart van Nederland, ik bel alles. Hè? Ik wil gewoon sproeien. Na 3 dagen dacht ik, ja, dan ga ik. Is klaar. Ja, ik snap hem.